En dan kan ik op deze manier beginnen. Dus een korte kennismaking als het gaat over uitzendwerk. Eerst en vooral wil ik misschien toch nog even meegeven wat wij juist doen binnen Travi. Dus Travi is het vormingsfonds voor de uitzendsector. Heel concreet, wij zijn eigenlijk een beetje de expert in het opleiden van vooral kandidaat-uitzendkrachten. Daarmee bedoel ik werkzoekenden die nog geen contract hebben bij een uitzendkantoor. We organiseren eigenlijk gratis opleidingen voor werkzoekenden samen met partners. Zonder daar veel verder op in te gaan, de voorname voorwaarde voor werkzoekenden om te kunnen deelnemen aan opleidingen die wij organiseren, is dat de inschrijving vertrekt vanuit het uitzendkantoor. Dat is wel belangrijk. Dus het organiseren van opleidingen is het belangrijkste, een van de belangrijkste stukken wat we doen bij Travi. En daarnaast zijn we een aanspreekpunt voor iedereen die bezig is met de werkstelling via uitzendarbeid. En daarbovenop ook een soort van brugfiguur. We proberen eigenlijk samenwerkingen op te zetten tussen zij die enerzijds werkzoekenden begeleiden, bijvoorbeeld ook bij FedAsyl, werkzoekende asielzoekers bijvoorbeeld, en dan daarnaast de uitzendsector. Dus dat is ja, heel specifiek een voorbeeld dat we nu toepassen in de praktijk binnen het project met FedAsyl aan de hand van die jobdagen, hè, waar we dus de uitzendkantoren uitnodigen in het centrum om in gesprek te gaan met asielzoekers die mogen werken. Voilà, ik ga van start met de eerste vraag: wat is eigenlijk uitzendwerk? Heel concreet zijn er eigenlijk drie partijen die telkens met elkaar als een soort van driehoek in verbinding staan als het gaat over uitzendwerk. Je hebt het uitzendkantoor. Daarnaast de werkzoekende, dat is dan de kandidaat-uitzendkracht. En van zodra dat de persoon een contract heeft, wordt dat de werknemer. En dan als derde partij heb je het bedrijf. Het belangrijkste dat ik wil dat jullie hierbij onthouden, is dat van zodra een werkzoekende een match heeft gevonden, een goede vacature en dus een contract heeft, dan is de werkgever van de werkzoekende het uitzendkantoor. En dus niet het bedrijf waar die uiteindelijk gaat werken. De relatie tussen het uitzendkantoor en het bedrijf is eigenlijk: het uitzendkantoor heeft een commercieel contract met het bedrijf. Het bedrijf betaalt een soort van coëfficiënt op het profiel dat zij zoeken, op het loon daarvan, aan het uitzendkantoor om bepaalde opvolging uit handen te kunnen nemen. Dus het uitzendkantoor is dan verantwoordelijk voor de uitbetaling van het loon, opvolging van afwezigheden, ja, verzekering bijvoorbeeld, die zaken. Om dat uit handen te nemen van het bedrijf, ontvangen zij dus van het bedrijf in kwestie een bedrag. Voilà. Dat is denk ik het belangrijkste dat ik hier rond alvast wou meegeven. Ik kom daar nog wel een stukje op terug, maar het belangrijkste is dus de werkgever van de uitzendkracht, is het uitzendkantoor. Dan, ja, dit is op zich gaat dan niet zoveel nieuws zijn voor jullie, maar bij wijze van inleiding, hoe best te starten als je zoekt naar een job, bijvoorbeeld en binnen de context van ja, personen met een vluchtverhaal of asielzoekers. Uiteraard, er zijn verschillende wegen, hè. Je hebt de jobsites, VDAB, Indeed, dat is uiteraard een goede manier ook binnen je eigen netwerk na te gaan of je daar kennissen hebt die al werk hebben, die jou aan werk kunnen helpen, blijkt een heel efficiënte manier. En ook rechtstreeks jou richten naar een bedrijf blijkt te werken in de praktijk. Maar wat dus zeker ook een weg is, is een job zoeken via een uitzendkantoor, een interimkantoor. Ik hoor oprecht van mijn collega's die veel meer ervaring hebben dan ik. Zij geven aan dat werkzoekenden binnen het jaar sneller een job vinden als ze dat doen vanuit een uitzendkantoor, dan als ze eigenlijk enkel zelf bedrijven gaan aanspreken. De reden waarom is misschien wel al een stukje duidelijk, hè, omdat zij kunnen meerdere deuren openen en zeker voor kansengroepen, maar ik kom daar zo dadelijk nog op terug, wat dan mogelijk de meerwaarde kan zijn van uitzendwerk.
Dit ook maar als aanzet eigenlijk voor een volgende vraag. Hoeveel verschillende merken bestaan er? Hoeveel verschillende type uitzendkantoren? Dan heb ik het, als ik spreek over een merk, over zo Randstad, Accent. Dat zijn verschillende merken. In totaal zijn er tot bijna 250 verschillende merken. Dus dat is wel een behoorlijk aantal, zou ik zeggen, zou ik durven zeggen. En de bijhorende vraag is dan eigenlijk: zijn er veel verschillen tussen die uitzendkantoren? En ook voor jullie, als een asielzoeker de vraag stelt: tot welk uitzendkantoor zou ik mij best richten? Hoe moet je daar dan mee omgaan? Belangrijk voor jullie om te weten is: de core business van alle uitzendkantoren is op zich hetzelfde. Hè? Dus ze gaan werkzoekenden helpen om een job te vinden en ze helpen bedrijven om werknemers te vinden. Maar dan heb je wel degelijk een aantal verschillen. Sommige kantoren hebben vacatures gewoon regiogebonden, maar overheen verschillende sectoren. Dus niet zo sectorgericht altijd. Maar andere uitzendkantoren specialiseren zich echt meer in een specifieke sector. Je hebt bijvoorbeeld bij Accent echt een Accent retail, een Accent industrie. Dus van zodra iemand een heel duidelijk uitgesproken voorkeur heeft van type job dat de persoon zoekt, kan het interessant zijn om je dan te richten naar een uitzendkantoor dat zich al iets meer specialiseert. Een derde optie is dat een uitzendkantoor in-house werkt bij een bedrijf. Dat zijn eigenlijk een beetje de onzichtbare kantoren die achter de schermen werken, die dus eigenlijk vanuit een bedrijf zelf actief werknemers gaan recruteren. Voilà. Type werk, algemeen gesproken geef ik het even mee dat er zijn verschillende typen werk mogelijk als je naar een uitzendkantoor gaat. Dat gaat van tijdelijke jobs, studentenjobs, flexiejobs, maar ook perspectief op vaste jobs. Dus meer en meer uitzendkantoren bieden effectief dat perspectief op vaste jobs. Ik wil daarmee ineens een veel voorkomend misverstand uit de weg helpen. Misschien waar dat in het verleden wel iets beter aansloot bij de realiteit, dat uitzendwerk vooral een tijdelijke oplossing is. En wat nog steeds wel zo is, het is een gemakkelijke, snelle manier om werk te vinden. Maar uitzendwerk heeft heel vaak tegenwoordig ook een duurzaam doel. Het is heel vaak zo dat er perspectief komt op een vast contract door via uitzend te werken. En je moet je dat eigenlijk voorstellen als volgt. Ik denk dat dat heel vanzelf begrijpbaar is. Het komt er eigenlijk op neer. De werkgever ziet de persoon bezig op de werkvloer. En in principe, als de persoon een goede indruk nalaat tijdens zijn uitzendcontract en op dat moment veel groeipotentieel toont, gaan automatisch zijn kansen verhogen op een vast contract. Zo aldoende kunnen tonen wat je kan on the job, dan ga je gemakkelijker ook de werkgever overtuigen. Dus het is eigenlijk zo dat uitzendwerk op die manier kansengroepen vaak meer kansen ook gaat geven. Het is ook zo dat voor een werkgever, zij hebben bij wijze van spreken geen enkele reden om het niet eens te proberen, om met een kort contract te starten. Of ja, het een keer te proberen om dan te zien of er langere termijn perspectief kan zijn op een vast contract. Voilà. Ook krijgen we vaak de vraag: zijn er dag, week of maandcontracten? Dus weet dat zowel dag- als weekcontracten mogelijk zijn, maar maandcontracten vind je niet in de uitzendsector. Ik wil tussendoor ook wel even meegeven, Megan, als jij graag ergens aanvult of zo, zeker doen. Maandcontracten kan perfect, hè. Je kunt Oké. maandcontracten, 2 maanden contracten, 6 maanden contracten, dat kan allemaal wel. Nu, dat wordt in praktijk minder gebruikt, omdat dat juist meer inspringt op de flexibiliteit binnen de sector, maar dat is perfect juridisch mogelijk. Op die manier. Oké, dat is een belangrijke aanvulling. Merci daarvoor. Ja. Geen probleem. Voilà, tot zover type werk. Dan waarom kan je kiezen voor uitzendwerk of wat zijn voorname voordelen?
een aantal zaken die ik misschien even wil overlopen. Dus voor personen met een onzeker statuut, zoals asielzoekers, het tijdelijke stukje dat eraan vasthangt, kan wel interessant zijn wat dat betreft. Het is een opstap richting vast werk, zoals ik al aangaf, omdat de uitzendkracht dus een stukje solliciteert op de werkvloer voor dan mogelijk een vast contract. Je doet ervaring op en je kan ook proeven van verschillende werkdomeinen of verschillende jobs. Hè. Net door verschillende jobs te proberen, misschien op een moment, zeker voor een asielzoeker, dat die nog niet zo goed weet hoe de arbeidsmarkt er juist uitziet in België, kan het interessant zijn. Ook met oog op het invullen van gaten in een cv. Dat is blijkbaar effectief wel iets dat uitzendkantoren bevestigen. Hoe vaker dat iemand gaten in zijn cv heeft, ja, die gaten verlagen een stukje de kansen op de werkstelling van de werkzoekende. Voilà, dus verschillende jobs leren kennen. Oei. Gaten opvullen, inderdaad, die flexibiliteit. Dus nadat een contract afloopt, heb je uiteraard flexibiliteit na te denken of je iets anders wil doen of niet. En een uitzendkantoor gaat ook telkens wel verbeterd kunnen worden en eventueel toeleiden naar een goed opleidingsaanbod. Om zo de kansen op de werkstelling nog te verhogen. Denk daarbij aan de opleidingen die wij dus bijvoorbeeld met partners organiseren. Zij kunnen een kandidaat-uitzendkracht dan inschrijven op een van die opleidingen, waardoor dat de werkzoekende, een asielzoeker bijvoorbeeld, gratis een opleiding kan volgen. Voilà. Ik denk dat zijn de voorname dingen. Ja, en het openen van deuren naar werkgevers, dat is jullie wel gekend, denk ik. Dus het vergroot uw toegang tot een groter netwerk van werkgevers. En het feit dat een asielzoeker een eerste gesprek heeft bij een uitzendkantoor is eigenlijk al een goede oefening voor dan mogelijk een gesprek te hebben bij het bedrijf uiteindelijk. Dus op dat vlak kan het ook een stukje de competenties verhogen als het gaat over sollicitatieskills. Voilà. Hoe dan concreet aan de slag te gaan? Belangrijk is, ik hoor de collega's wat dit betreft echt heel vaak zeggen, als je een bezoek brengt aan een uitzendkantoor, is dat altijd een sollicitatie. Dus je kan binnenstappen zonder afspraak. Op zich kan dat, dat is geen probleem, maar de vraag is eerder of daar heel veel uit voortkomt. In die zin dat uitzendkantoren altijd erg druk bezig zijn. Denk aan het opbellen van afwezige uitzendkrachten, het in orde brengen, het laten tekenen van contracten, het bellen naar bedrijven om kandidaten voor te stellen. Het komt er een beetje op neer als je dan spontaan binnenkomt als werkzoekende, dan is het maar de vraag of ze effectief met een open blik jou gaan ontvangen en jou de ruimte gaan geven om jouw verhaal te vertellen zoals je die eigenlijk wel nodig hebt. Misschien zeker ook voor een asielzoeker die daar wel wat tijd voor wil uittrekken om aan te geven wat de situatie is en waar die naar op zoek is. Daarom is eigenlijk het advies een stukje een afspraak te maken, zodat het uitzendkantoor een tijdslot kan geven wanneer dat de persoon in kwestie kan langsgaan. Het aantal uitzendkantoren om te bezoeken, op zich ze allemaal bezoeken, is uiteraard niet interessant. Daarom is het advies een stukje 3 tot 4 kantoren. Je te richten tot 3 tot 4 kantoren en daarbij vooral zelf vooraf online een keer te kijken naar de vacatures die de kantoren ter beschikking hebben. En wat ook zeker belangrijk is, is dat je een goede klik hebt met de uitzendconsulent. Dat zou ik ook zeker als tip meegeven aan asielzoekers die langsgaan in het uitzendkantoor. Want het is uiteindelijk die persoon die de werkzoekende een stukje gaat moeten verkopen aan de klanten, aan de bedrijven uiteindelijk. Ik heb hier ook de link naar Interim Info al bijgezet, omdat ter voorbereiding van een gesprek in een uitzendkantoor kan het interessant zijn
als bijvoorbeeld een asielzoeker al vragen heeft over wat is uitzendwerk, dan kunnen ze op die website is het op een vrij laagdrempelige manier uitgeschreven wat uitzendwerk betekent. Dus vandaar geef ik jullie die site alvast mee. Ik kom daar straks nog kort op terug. Wat dan nog? Dus ja, zoals gezegd, naar de website van een uitzendkantoor gaan om jezelf te informeren waar een kantoor zich in specialiseert. Dat lijkt mij relevant te doen vooraf aan het gesprek met het uitzendkantoor. Zeg ook aan de asielzoeker een cv sowieso mee te nemen om zich goed te kunnen voorstellen. En ook belangrijk dat ze goed voor zichzelf weten welk type werk ze willen doen, welke werkuren, welk ritme, in welke regio ze willen werken en voor welk loon. Omdat we heel vaak ook horen dat asielzoekers eigenlijk meegeven van ik wil alles doen, maar in de praktijk hoor ik heel vaak ook wel van de uitzendkantoren dat ze daar niet superveel mee zijn, dat het eigenlijk interessanter is voor hen ook dat een werkzoekende een stukje zelf zijn grenzen en voorkeuren aangeeft. Voilà, een andere link die je hier op de slide ziet staan is die naar Test Your Selfie. Dat is eigenlijk een app die soft skills in kaart brengt. Het is een gratis app, oorspronkelijk gemaakt voor jongeren in 3 talen, heel laagdrempelig. Gaat over soft skills als flexibiliteit, stiptheid, leerbereidheid enzovoort. Dus ze kunnen zichzelf via die app testen. Op het einde krijgen ze een certificaatje en ze zouden dat bijvoorbeeld ook als iets kunnen meenemen naar het uitzendkantoor. Voilà. En dan een aantal belangrijke documenten dat men best niet vergeet mee te nemen bij een gesprek, bij een uitzendkantoor. Eerst en vooral een geldige verblijfstitel. Dus voor de asielzoekers gaat het dan voor zij die intussen waarvan 4 maanden een asielaanvraag lopende is, gaat dat over het attest immatriculatie, de oranje kaart waar dan op staat dat er een onbeperkte toegang is tot de arbeidsmarkt. Voor erkende vluchtelingen, subsidiaire beschermde Oekraïne vluchtelingen gaat dat in eerste instantie om de A-kaart. Uitzendkantoren vragen ook vaak naar een bewijs van woont. Dat staat op de oranje kaart. En het is belangrijk dat ze een rekeningnummer kunnen doorgeven waarop het loon uiteindelijk gestort mag worden. Een bankkaart aanvragen kan uiteraard, storten op een buitenlandse rekening is in principe ook mogelijk. Maar het is wel iets gemakkelijker werken als het een bankkaart is van België. Dit is zo een certificaat van die app Test Your Selfie. Het gesprek bij het uitzendkantoor dan ter plaatse, wat zal daar aan bod komen? Ik ga daar snel over. Dus de inschrijving gewoon, het cv, wordt daar verder in kaart gebracht. Ter info geef ik mee. Federjon is trouwens ook trekker van het initiatief, meetrekker van het initiatief Work ID, dat ervoor zal zorgen dat van zodra cv's worden ingevoerd en mits de toestemming van de persoon in kwestie via een gedeelde databank, die data voortaan gemakkelijker gedeeld zullen worden. Voilà. Maar dus de inschrijving vindt dan plaats. Het cv wordt besproken, de motivatie wordt besproken, al die de aanwezige competenties, de verwachtingen worden bevraagd. En dan kan men stilstaan bij de vacatures waar men naar wil zoeken of die men zoekt. En dan de opvolging. Ja, het kan dan even duren vooraleer dat het uitzendkantoor zelf met een geschikte vacature komt. Daarom geven we ook altijd als advies mee dat de werkzoekende zelf ook nog steeds aan de slag mag blijven gaan. Dus je kan personen dan zeker adviseren om zelf nog te zoeken naar vacatures. Ze mogen ook zelf contact opnemen met de uitzendconsulent om te horen of er al iets uit de bus is gekomen. Ook als er wijzigingen zijn in het cv, belangrijk dat ze dat doorgeven aan het uitzendkantoor. Voilà. En dan is het eigenlijk wachten. En van zodra dat er een match is, kunnen ze aan de slag. En uiteraard het principe van trial and error en succeed geldt wel een beetje. De kans dat hun eerste job hun ultieme job gaat zijn, die bestaat. Maar is misschien ook niet
die kans is misschien ook niet super groot. Ja, dat gaat ervan afhangen natuurlijk. Maar ik wil daarbij maar zeggen, zolang dat ze leren uit ervaringen die ze opdoen tijdens hun uitzendperiodes, is dat volgens ons alleen maar een positief verhaal om mee te kunnen nemen naar een volgende werkcontract. En dit zijn dan de voorname documenten die in orde worden gebracht samen met de uitzendconsulent van zodra dat er een match is met een vacature. Dus enerzijds heb je het contract, dus de werknemer verbindt zich er dan toe om tegen loon arbeid te verrichten voor een werkgever. Intentieverklaring houdt in dat de uitzendkracht eigenlijk aangeeft akkoord te gaan om via uitzendarbeid te werken en dat ze een loon per week zullen uitbetaald krijgen. Werkpostfiche is het geval wanneer het gaat om een job met gezondheidsrisico's. Dan zal er een beschrijving in staan van wat je effectief gaat moeten doen, de taken met daaraan verbonden mogelijks risico's. En dan arbeidsreglement zijn eigenlijk de wederzijds rechten en plichten van de werkgever en werknemer in kaart gebracht, wat dan ook wordt besproken. Ik wou ook nog graag toevoegen, als ik mag, ja, zeker. Dat wij in praktijk zien dat de uitzendkrachten hun contracten veel te weinig ondertekenen. Dus zeker een warme oproep dat alle uitzendkrachten voorafgaand al uw contracten tekenen. Dat is via digitaal platform heel gemakkelijk, zonder te veel werk met een pincode. Dus bij deze, het is ja, zeker wettelijk verplicht dat dat door beide partijen ondertekend wordt. Voilà. Oké. Dank u, Megan. Voilà, en ik ben ook bijna op het einde van de presentatie. Het belangrijkste stukje rond wetgeving dat we hier nog wel zeker wilden aanhalen, is een veelgestelde vraag die ook al van jullie uit werd gesteld. Dus het gaat om de vraag, heeft een uitzendkracht evenveel rechten als een persoon die vastwerkt bij een bedrijf? Daarbij is het belangrijk te onthouden, dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden gelden. Dus de barema's die gelden van het paritair comité waar de klant het bedrijf toe behoort, die gaan gelden voor zowel de uitzendkracht als voor de vaste medewerker. Dus dat is een belangrijke om mee te nemen, want dat kan zeker zijn dat men daar ook wel vragen over heeft, asielzoekers die zich die vraag mogelijk stellen. Aanvullend wil ik dit gewoon meegeven. In principe is er dus geen verschil in salaris. Als er in de praktijk verschillen zijn, weet dan dat die verschillen te maken zullen hebben met verschillen in leeftijd, werkervaring, kinderen ten laste, werkritme enzovoort. Maar dat is een beetje de belangrijkste mededeling daar rond, denk ik. Oké. Tot slot, dit is een link die ik jullie ook nog zal... Ik bezorg jullie achteraf de presentatie. Hierachter zit dus een document, Frequently Asked Questions, opgemaakt vanuit FedAsiel rond de werkstelling asielzoekers. Is in principe ook voor werkgevers interessant vooral, maar misschien voor jullie ook om een keer na te lezen. En dan wil ik jullie vooral eigenlijk het volgende nog meegeven. Stel, jullie hebben nu het idee van we willen ook wel graag meer uitreiken naar de uitzendsector. Dan ik ga jullie het voorbeeld geven hoe we nu gaan werken, bijvoorbeeld bij het opvangcentrum in Machelen. De regionale sectorconsulent, dus naast projectmedewerkers zoals ikzelf, hebben wij vooral regionale sectorconsulenten, zijn mijn collega's. Dus bijvoorbeeld voor regio Vlaams-Brabant is dat Philippe. Hij gaat nu voor het opvangcentrum van Machelen. Het centrum gaat maandelijks, of ik weet niet hoe regelmatig, een lijst bezorgen met de profielen die recent in aanmerking komen om te gaan werken. En waarvan zij zelf de inschatting maken klaar te zijn om te gaan werken, met daarbij aan te geven wat de interesses zijn, in welke sectoren. Zij bezorgen die profielen aan Philippe. En Philippe is dan eigenlijk de tussenpersoon die heel gericht weet welke uitzendkantoren aan te spreken voor welke profielen. En dat is dus iets wat de regionale sectorconsulenten ook voor jullie zouden kunnen doen, afhankelijk dan van de regio
waar jullie zich bevinden. Dus kijk gerust op onze website een keer om contact ook op te nemen dan met de regionale sectorconsulent wat dat betreft. Voilà, en dan nog één keer terug naar de website interiminfo.be. Dus als jullie, uiteraard, we gaan nu een aantal vragen in de groep wel bespreken, maar weet dat je daar dus ook nog heel wat informatie op terug gaat vinden op deze website. En op het einde ga je mijn contactgegevens nog eens terugvinden. Vooral met oog op het project dan, Work Without Borders, ben ik wel het aanspreekpunt. Dus als er daar rond nog vragen zouden zijn, laat het mij zeker ook weten.